De eerste minister van Volksgezondheid die de zorgkosten heeft beteugeld zit bij mij aan tafel. Maar ze heeft ook behoorlijk wat kritiek erop gekregen. De ouderenzorg is onder de maat, het eigen risico is te hoog. De zorg is niet voor iedereen toegankelijk. U heeft het allemaal voorbij zien komen, denk ik, de afgelopen maanden. Soms misschien knarsetandend of niet? Nou, er zit wel een frictie tussen als ik op werkbezoek ga en ik zie, ik loop dan met een arts mee of een verpleegkundige een dag. En dat is heel erg leuk, hè, want je ziet ontzettend hoe het eraan toe gaat in de zorg. En dan is het wel een zorg waar ik trots op ben. Als je met mensen spreekt, hoe ze behandeld worden, wat we kunnen, mensen die genezen, die vroeger gewoon doodgingen aan een ziekte, kijk naar borstkanker. Ja. Hoeveel vrouwen daar nu gelukkig aan overleven en met goede kwaliteit van leven. Dan zie je dat we ontzettend veel presteren in de zorg. Dus, en dat er ook heel veel trots is door al die mensen die dat dagelijks doen, door die verpleegkundigen en die artsen. En dan schuurt dat wel eens met alle mythes en verhalen die je anders in ziet. Wat heel vaak gaat over incidenten of dingen die misgaan, wat niet goed is. Moet je dan wat aan doen. Ik denk dat u meteen in uw antwoord eigenlijk een onderscheid maakt tussen cure en care. Hè? En cure is in Nederland natuurlijk staan wij heel erg goed. Dan gaat het gewoon om het proberen te genezen van ziektes. En daar zijn we innovatief in. Care gaat om het verzorgen van mensen. Gaat ook om ouderenzorg. Gaat ook over lichthuishoudelijke hulp. Plekken waar soms ook over geklaagd wordt. Voordat we gaan praten zou ik willen voorstellen om even, al was het maar omdat u als politicus dat zelf ook zo leuk vindt, even een paar van die ja-nee-vragen te doen. Dan hebben we een beetje een idee waar we staan. Ons stelsel is zonder eigen risico onbetaalbaar. Nee. De plannen om het eigen risico af te schaffen zijn onverantwoord. Ja. De winstmarges van de zorgverzekeraars moeten omlaag. Nee, want die zijn er niet. Mijn man profiteert als consultant overigens best wel van de marktwerking in de zorg. Nee. Wat dat betreft is er wel degelijk een schijn van belangenverstrengeling? Nee. Door de ambities van Mark Rutte om nog een keer premier te worden is de kans dat ik de eerste vrouwelijke premier van Nederland word wel verkeken. Ja, maar die was ook niet zo groot. Maar die is nu wel echt verkeken. Ja, maar die is er nooit zo heel erg geweest. Nou ja, heeft u nooit de ambitie gehad om die partij te leiden? Nee, niet per definitie. Ik heb altijd gevonden dat Mark Rutte dat erg goed deed. En zou u nu, net als bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid, een lijsttrekkersverkiezing willen? Nou, bij de VVD is dat mogelijk. En ik vind het goed dat dat in een politieke partij kan. Dat we dat niet in achterkamertjes zoals we dat vroeger deden. Dus als er iemand zegt, ik ga de huidige leider uitdagen, dan moet dat kunnen. En dan vind ik dat er ook echt een stemming onder leden moet zijn. Maar daar had u geen behoefte aan om dat te doen? Nee, want ik vind dat Mark de beste is die dat kan doen de komende 4 jaar. Dus dan moet hij dat ook vooral doen. Ja. En als hij nou zou zeggen, nou, toch een beetje pijn in mijn rug. Ja, maar dat is Marx, zo zie ik dat niet en zo mijn snel hoofd. Doen. Ik heb geen zin meer. Nee, dat zal hij niet zo snel doen. Hij heeft er heel veel zin in en hij heeft er ook heel veel ambitie voor. Oké. Laten we even op een paar dingen terugkomen. Ons stelsel is zonder eigen risico onbetaalbaar. U zegt nee, dat is niet zo. Nee, want het is altijd een verdeling van je kunt een eigen risico doen. Dan moet iedereen die gebruik maakt van de zorg €385 betalen. Je kunt het ook afschaffen. Dan lopen de kosten per persoon €284 op. Dus dan betaal je dat bijvoorbeeld in je premie of je belastingen. Ja. Maar het is zo dat de kosten moeten wel betaald worden. Ja. Je kunt daar keuzes in maken. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, mensen die iets meer verdienen, die betalen een iets hogere premie. En mensen die iets minder verdienen, een iets lagere premie. Ja, dat gebeurt ook. En we hebben de helft van de premie betaal je via je loonstrook. Dat is inkomensafhankelijk. Ja. En voor de andere helft krijg je een zorgtoeslag onder een bepaald inkomen. Dus je kunt zeggen, dat is ook inkomensafhankelijk. Ja. Begrijpt u dat mensen zijn die zeggen, dat eigen risico is dan iets van €385, geloof ik, hè? Ja. Dat is eigenlijk een boete op ziek zijn. Nou, het is eigenlijk dat de gebruiker betaalt. En ik leef dus in een land, in Nederland, waarin je kan zeggen, iedereen die ziek is en gebruik moet maken van de zorg, kan dat ook. Die wordt verzorgd in hetzelfde ziekenhuis en wordt geopereerd door dezelfde dokter. En het verschil tussen iemand die nooit gebruik maakt van de zorg en iemand die gebruik maakt van de zorg is maximaal €385. Dus we leven niet in de Verenigde Staten waar je een lening moet aangaan of je huis moet verkopen als je de pech hebt dat je ziek wordt. En we hebben het verschil dat iemand... Maar als je hier de pech hebt dat je ziek wordt, moet je dus ook al wel, als je tenminste zo ziek wordt dat je voorbij de huisarts komt, moet je dus wel, die kost het je wel €385. Ja, de huisarts en de wijkverpleegkundige vallen er niet onder. Ja. En ik besef heel goed dat €385 een groot bedrag is voor gezinnen die het niet breed hebben, omdat ze, we hebben net crisisjaren achter de rug. Ja. En het kan wel beter gaan met Nederland, maar heel veel mensen voelen dat niet. En er zijn dus heel veel mensen die dat ook niet direct in hun portemonnee
meevoelen. Dus er zijn wel maatregelen getroffen om dat enigszins te verzachten. Dat gebeurt door gespreid betalen. En dat gebeurt doordat we geld hebben op gemeentelijk niveau, waarmee gemeenten kunnen beslissen hoe ze dat compenseren. Ja. Er zijn ook mensen, die zijn ook in mijn programma geweest, want de zorg is natuurlijk een terugkerend ritueel, ook aan deze tafels van talkshows, die zeggen, wij mijden de zorg om die reden. Omdat we niet die 385 euro willen betalen, of misschien nog wel sterker gezegd niet kunnen betalen. We hebben twee voorbeelden even achter elkaar gezet. Ik zou moeten slapen met een apneuapparaat, omdat ik 63 keer per uur stop met ademhalen. Ik heb het wel mee naar huis genomen, een paar keer mee geslapen. En op een gegeven moment ben ik gaan denken van ja, ik kan hier wel mee blijven slapen, maar waar haal ik in godsnaam dat geld vandaan? Ik heb dat niet. Ik zou eigenlijk naar de afdeling gynaecologie moeten. Ja. En dat doe ik niet. Want? Nee, dat gaat mij zeker 3 à 4 afspraken kosten. En ik heb 2 kleine kindjes die ik erg belangrijk vind dat ze er een beetje fatsoenlijk bij lopen. Ja, dat zijn best pijnlijke constateringen, toch? Ja, dat is ook de reden dat we hebben gezegd, mensen die onder een bepaald inkomen zitten, die geven een zorgtoeslag, zodat je die zorg ook kan blijven betalen. Als je die kijkt, hebben zij ook, hè? Maar dat was toch voor hun onvoldoende kennelijk om dit soort acties te ondernemen. Maar als je kijkt dus wat iemand betaalt die een zorgtoeslag heeft met een laag inkomen, dan betaalt iemand vandaag de dag minder premie dan iemand 10 jaar geleden voor het ziekenfonds. Uiteindelijk moet je wel premie ophalen. Iedereen moet meebetalen aan de kosten van de zorg, want die is niet gratis. En dat is precies, u zei, heeft u zich wel eens opgewonden de laatste tijd? Nou, vooral om het idee dat zorg gratis zou kunnen zijn. Ik heb natuurlijk ook alle kraampjes gezien voor het zorgfonds, waar wordt gezegd, ja, we hebben geen eigen risico, de tandheelkunde komt in het pakket, fysiotherapie in het pakket. En dan krijgt bij mij natuurlijk misschien de beroepsdeformatie. Dan denk ik, nou, als dat zo kan en de mensen zeggen, ja, maar u hoeft er niet meer voor te betalen, ja, dan zou ik ook mijn handtekening zetten voor zo'n fonds. Maar het is natuurlijk zo dat het in de ware, harde realiteit zo is dat uiteindelijk zorg wel duur is. Die wordt verleend door mensen die daar hun brood in verdienen. En wij moeten dat dus op een of andere manier met elkaar betalen. Of we doen dat via de premie. Hè? Want als je al die dingen bij elkaar optelt, eigen risico, tandheelkunde, fysiotherapie, ja, dan kom je toch al gauw zo boven de 450 euro uit. Dat moet je toch ergens vandaan halen. Deze mensen kunnen dat ook niet opbrengen. Nee, maar kijk, deze mensen zijn mensen die dan in het jargon zorgmijders heten. Dat zijn mensen die nemen niet de zorg die ze eigenlijk zouden moeten hebben, omdat ze vinden dat het te duur wordt. En in ieder geval omdat ze merken dat ze het niet kunnen betalen, ook al hebben ze een toeslag in hun premie gekregen. Artsen zeggen, dat zouden we wel willen onderzoeken. Waarom laat u dat eigenlijk niet onderzoeken, hoeveel dat er zijn? Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb 3 onderzoeken achter elkaar gedaan, waarbij ik niet alleen heb gekeken, aan mensen heb gevraagd, joh, ga je naar de dokter als dat nodig is? Laat je, als je doorverwezen wordt, ga je dan naar een vervolgafspraak? En als je dat niet doet, waarom doe je dat niet? Ja, artsen zeggen dat ze dat onvoldoende vinden. En toen heb ik gekeken, dat heb ik samen met de huisarts dat onderzoek laten doen. Heb ik gekeken en toen zag je toch dat er een behoorlijke groep was, 10-15%, die dan niet niet naar die vervolgafspraak ging. En toen is onderzoek gedaan, mensen gaven op, we hebben geen tijd. Het gaat vanzelf wel over. Ik heb geen zin om die pillen te slikken. Dus dat was een groot deel van dat percentage. En er bleef ongeveer 3% over. Het is wel, ik denk, iets aan de lage kant. Maar er bleef een groep over die om financiën de zorg mijt. Daarvan hebben wij, ondanks dat we hier in de zorgtoeslag een deel hebben voor het eigen risico, hebben we natuurlijk gekeken, daar ben ik nu mee bezig. Op gemeentelijk niveau zou je daar niet meer maatwerk kunnen geven, dat als mensen echt in de knel zitten, dat je dan maatwerk zou kunnen bieden aan die mensen, waardoor het toch voor hen die drempel weg zou vallen. Door wat? Nou, we hebben ooit regelingen gehad op landelijk niveau. En dan kwam ik mensen tegen die zeiden, Edith, wat heb jij nou voor regeling? Want ik kreeg ineens geld terug en daar heb ik nieuwe hakken van gekocht. Dat was niet de bedoeling. Aan de andere kant kregen mensen waarvan je zegt, dat is schrijnend. Eigenlijk is daarvoor die regeling bedoeld. Die vielen dan weer net niet in de criteria. Dus die regelingen hebben wij afgeschaft. Daarvan hebben wij, wel met een bezuiniging, moet ik eerlijk zeggen, het geld naar de gemeente gebracht. En we hebben tegen de gemeente gezegd, probeer daar nou maatwerk te leveren. En je ziet dat gemeenten dat op hele verschillende manieren doen. 55% van de gemeente heeft voor zijn mensen die op een minimuminkomen of minimumplus zitten, hebben ze een aanvullende verzekering hebben ze een verzekering waar ze het eigen risico herverzekeren. Ja, dus voor 55% in de gemeente is er voor mensen op een minimuminkomen eigenlijk helemaal geen eigen risico meer.
Maar er zijn ook gemeenten die hebben gezegd, nou, wij doen het anders. Als mensen drie jaar, bijvoorbeeld Amsterdam en Groningen, drie jaar achter elkaar het eigen risico hebben opgehaald, kunnen ze bij ons een gedeelte terugkrijgen. Dus je ziet dat gemeenten dat op hun eigen manier invullen. Maar tegelijkertijd ben je dan dus ook een beetje afhankelijk van de willekeur of jij nou net in zo'n gemeente zit die daar zijn best voor doet of niet. Nou, je ziet dus dat heel veel gemeenten daar wel hun best voor doen. Ja. En wat ik nu op het moment aan het doen ben, is inventariseren. Hoe is dat nou geregeld over al die gemeenten heen? Wat zie je daar nou voor creatieve ideeën? En welke ideeën zouden daar het meest maatwerk kunnen leveren? Okay. En nog heel even dan. Luister even naar die andere politici, met name aan de linkerkant, die eigenlijk bijna allemaal nu zeggen, Frits, we moeten af van het eigen risico. 10% van de Nederlanders die dit jaar zorg nodig hadden, heeft die uitgesteld of is helemaal niet naar de dokter gegaan vanwege de kosten. We schaffen het eigen risico in de zorg af. De zorg in Nederland moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar en toegankelijk zijn. Als de hoogte van het eigen risico daar een probleem is, en ik zie inderdaad daar problemen, dan moeten we daar echt naar gaan kijken. Wat wij willen is de marktwerking uit de zorg slopen. Heel veel mensen vinden inderdaad dat het eigen risico veel te hoog is. Het eigen risico mag natuurlijk nooit een belemmering zijn voor zorg die mensen nodig hebben. Ja, dat zijn er best veel als je dat gaat optellen. Ja. Maar het is natuurlijk wel belangrijk hoe het dan wel wordt betaald. Want ik vind het natuurlijk ontzettend makkelijk om van allerlei dingen te beloven. Namelijk, we maken het pakket veel groter en er is geen eigen risico meer. Maar het gaat er natuurlijk wel om hoe dat dan wel betaald wordt. Dat is ook op verschillende momenten doorgerekend. Door het Centraal Planbureau, een van de voorlopers van het zorgfonds, is doorgerekend. En er kwamen eigenlijk wel desastreuze cijfers over. Een enorme lastenverzwaring, omdat men het via de belasting gaat betalen. Enorme, doordat die belastingen zo enorm omhoog gaan, krijg je een enorme druk op de werkgelegenheid. Gaan gewoon banen verloren. Dan denk ik, daar schieten mensen ook niks mee op. De SP zegt, er is heel veel geld bij de zorgverzekeraars. Ik geloof dat ze in eigen vermogen iets van 8,5 miljard hebben. Die maken een winst van 1,4 miljard per jaar. Ja, goed, daar valt wel wat te halen. Nou, wat daar natuurlijk een beetje mee gesuggereerd wordt, dat er winst gemaakt wordt die in zakken verdwijnt, maar er keert niemand winst uit in Nederland. Dus die winst die gaat ofwel terug in de zorg, ofwel voor een groot deel, dat heb je de afgelopen jaren ook gezien, naar premieverlaging. Dus de verzekeraars hebben massaal de premie gaat weer omhoog. Gedrukt. Die hebben afgelopen jaren massaal de premie gedrukt. De premie die wij dit jaar betalen is ongeveer even hoog als in 2011. Dus de afgelopen 5 jaar hebben we heel veel kankermedicijnen nieuw gekregen in het pakket. Mm-hmm. Heel veel nieuwe, innovatieve, vrij dure behandelingen. En toch, en we hebben de wijkverpleging erin gekregen. En je ziet dat mensen ouder worden, meer beroep doen op de zorg. Ja. En toch is die premie kosten ongeveer gelijk gebleven. Maar dat is, als je 8,5 miljard eigen vermogen hebt en een winst van 1,3 of 1,4 van het afgelopen jaar, dan zou je toch denken, die premie kan eerder omlaag dan omhoog. Ja, maar dat eigen vermogen is vastgelegd door de politiek. Laten we dan ook zo eerlijk zijn om dat te zeggen. We hebben in de financiële crisis gezegd, banken en verzekeraars moeten een buffer hebben. Stel, een verzekeraar maakt allerlei fouten, dan moet hij toch dat ziekenhuis nog kunnen betalen. Want anders valt dat ziekenhuis om als die verzekeraar aan zijn verplichtingen niet meer kan voldoen. Dus we hebben gezegd, het is eigenlijk wel veilig als verzekeraars een buffer hebben. Dat hebben wij politiek ook vastgelegd. Nou, alles wat daar bovenop is, daar kan een verzekeraar mee zeggen, nou, ik ga misschien een hele nieuwe vorm van zorg bekostigen. Of ik ga zorgen dat een ziekenhuis een nieuwe vleugel kan bouwen, maar kan ook bijvoorbeeld zeggen, ik ga de premie drukken. Je ziet dat de afgelopen jaar er veel van dat geld wat overgebleven is, teruggesluist is in premieverlaging. Dus dat hebben ze. Ik heb een vraag over de bureaucratie. Ik begrijp dat de bureaucratie met zo'n 300 miljoen gestegen, zeg maar, zeg de overheid, de managers, de consultants. Heeft u dat een beetje in de hand? Nou, je ziet dat er behoorlijk administratieve lasten zitten in het systeem. Dat stijgt. Komt ook omdat wij als patiënten heel graag willen weten wat een behandeling doet. Als we dat willen weten, moet een arts dat ook opschrijven. Want die klagen daar dus ontzettend over, hè? Dat heel veel tijd verdwijnt in het schrijven van formulieren. Ja, wat je dus moet zorgen. Hè? Ik heb dat met de huisartsen toen die aan onze glazen pui het roer moet om. Hun manifest tegen de administratieve lasten timmerde, heb ik dat ook heel graag omhelst, omdat van bovenaf we dat al jaren proberen, maar dat is echt van bovenaf niet te doen. Omdat we elkaar in de zorg veel opleggen. Hè? Dus de wetenschappelijke verenigingen aan de huisartsen, de verzekeraars aan de huisartsen, de ziekenhuizen aan de medisch specialisten, de toezichthouders. En zo stapelen we met elkaar alles op, hè? Want het vertrouwen is ook behoorlijk laag, waardoor we denken, nou, dan moeten we allemaal maar lijstjes hebben om dat vertrouwen te fingeren. Maar goed, en dat vergroot dus de bureaucratie. Dus wij moeten met elkaar
jaar dat eraan. En we zien dat dat bij de huisartsen toch een behoorlijke slag is geweest. Ja. Ik weet zeker dat als we even niet opletten, dat het weer aangroeit. Maar dat kon alleen doordat we rond de tafel gingen zitten en ze gingen zeggen, wat is nou eigenlijk nodig om te administreren? Wat zijn nou eigenlijk ontzettende overbodige lijstjes waar niemand wat aan heeft? Laten we daar ook eens mee stoppen. De medisch specialisten hebben gezegd, wij willen dat ook heel graag, dat traject gaan doen. Dus dat gaan we binnenkort ook starten. Wat al lastiger wordt, want huisartsen is één groep. Maar heeft u een soort getal waarvan u zegt, ik meet, ik begon als minister, toen was de overhead, zeg maar even, want we hebben het altijd over verpleegsters en doktoren, dus niemand tegen natuurlijk. En je moet ook nog in een bed ergens liggen. Maar zeg maar de overhead, de managers, de raden van bestuur, hoe groot was het bedrag toen en hoe groot is het nu? Nou, je ziet in ieder geval dat de verzekeraars ongeveer gelijk percentage aan overhead hebben als vroeger het ziekenfonds. Dus dat is niet veel gestegen. Ik hoor vaak verhalen, er is 500 miljoen aan reclame. Dat is 35 miljoen, nog een hoop bedrag. Mm-hmm. 2,5 euro per verzekerde, maar niet de bedragen die daarmee gedacht worden. 300 miljoen circulair te verdienen. Het is 35 miljoen dat uitgegeven wordt aan reclame. Maar er zit, en het percentage overhead bij verzekeraars is gelijk gebleven. Je ziet dat wij met elkaar wel een soort wantrouwen aan het stapelen zijn in de zorg, die weinig met systemen te maken hebben, maar meer met langs elkaar heen werken, drie keer dezelfde dingen uitvragen. Ja. En dat is echt een hardnekkig probleem. Wat heel moeilijk van bovenaf te drukken is, wat wel moet, denk ik, om het werkplezier bij artsen ook erin te houden. Ik wil nog iets anders doen, als je het goed vindt. Ik wil het even hebben over die schoollezing. Een tijdje geleden gedaan. Nou, ik zou het nog even willen hebben over, want daar begon u mee, over mijn echtgenoot. Ja. Ja, want u begon mij. Uw echtgenoot is consultant, hè? Ja. Werkt voor een bedrijf wat bijvoorbeeld ook mensen leert beter te declareren. Ja, dat is dus onjuist. Is dat onjuist? Ja. Wat er is gebeurd is ongeveer een jaar geleden heeft een journalist een artikel geschreven waarin hij zei dat het bedrijf van mijn echtgenoot dit soort praktijken erop nahield. Dat bedrijf heeft daar ook op gereageerd. Die heeft gezegd, nou, dat is flauwekul. Wij deden dat niet, wij doen dat niet en wij zullen dat ook nooit doen. Sterker nog, wij vinden het verwerpelijk. Als jij mensen leert, zegt van, joh, weet je, als je nou net even 5 minuten langer doorwerkt, dan kan je net de rekening hoger doen en dan haal je meer geld uit de zorg. Ja. Dat is natuurlijk volstrekt verwerpelijk. Dat bedrijf doet dat ook helemaal niet. Heeft dat ook aangegeven. Wat je dan gaat zien gebeuren is dat er niet bewijs wordt geleverd. Het wordt niet onderbouwd. Maar het gaat circuleren op internet. Nee. In een soort onderhuids gebeuren gaat dat dan circuleren. Dat is ongeveer een jaar lang gebeurd. Daarom wordt het opgepakt door een satirisch programma. En nog eens door een satirische club. En dan zie je dan... Maar er wordt niet bijgeleverd van ja, dat bedrijf zegt dat hij het niet doet. Mijn echtgenoot vindt het verwerpelijk. Die zou dat sowieso nooit doen. En toch zie je dat langzaam maar zeker zoiets eigenlijk zo groot wordt dat zo'n klein bedrijfje, want hij werkt niet bij Philips, hè. Mm-hmm. Hij werkt bij een klein bedrijfje van 35 tamelijk idealistische mensen. Dat het zo groot wordt, die druk, ja, 35 gezinnen zitten daarachter die daarvan eten, dat hij heeft besloten om bij dat bedrijf weg te gaan in overleg met dat bedrijf van jongens, dit is niet houdbaar. En het knaagt toch wel een beetje aan mijn rechtvaardigheidsgevoel dat iemand blijkbaar dus niet hoeft te bewijzen dat iemand zo... Het gaat mij niet eens over de wet. Het gaat mij over immorele dingen doet. Dat je kan zeggen, joh, ik doe dat niet. Ik leg dat op tafel, wij doen dat niet. Dat kun je blijkbaar ook een paar keer herhalen. En dan toch wordt dat niet opgepakt? Vervolgens gaat dat door en kun je dat maar door laten gaan. Dus, nou ja, heeft ertoe geleid dat uw man nu uiteindelijk zelf is gestopt bij het bedrijf waar hij werkte? Ja, hij heeft in overleg met dat bedrijf gezegd, jongens, hier werken 35 mensen. Dat bedrijf kan die druk op een gegeven moment natuurlijk ook niet meer aan. Nee. Dus het is wel heel, ik vind dat wel, het voelt heel oneerlijk dat dat zo gaat. Het voelt ook oneerlijk dat mensen blijkbaar ook niet journalisten, of iemand die zich journalist noemt, daar blijkbaar een op een soort hoor en wederhoor doet. Nou ja, het is wel ooit gepubliceerd hoor, onderaan dat stukje van het bedrijf werpt deze beschuldigingen verre van zich en dat doen wij niet. Maar goed, dat wilde ik dan nog wel even maken. Werkt hij nu buiten de zorg of doet hij nu nog steeds, gaat hij nu nog steeds dingen binnen de zorg doen? Nou, dit is allemaal recent gebeurd, want dit is recent natuurlijk ook toegenomen doordat er op tv aandacht voor was. Maar
Maar mijn vraag was, gaat hij nu buiten of binnen de zorg werken? Denk je? Ik denk niet dat hij nou even zin heeft om binnen de zorg te werken. Maar waar het mij om gaat is, ik vind dat je met minister goed op moet passen, dat je partner, dat er geen kans is op belangenverstrengeling. Daar gaat het om. Want ik zit in de ministerraad. Ik praat ook over hypotheken mee, maar ik heb zelf ook een hypotheek. Ja. Ik praat mee over het onderwijs. Ik heb zelf een dochter die op school zit. En zo vind ik dat je als persoon gewoon functioneert in een samenleving. Je partner heeft ook recht om zijn eigen beroep te kiezen en zijn brood te verdienen. Je moet er alleen alert op zijn dat er geen kans is op belangenverstrengeling. Dat was hier absoluut niet. Heel kort, nog even de schoollezing. Doe maar even kort en dan doen we het met een introductie, met een citaat uit die schoollezing van Bolkestein. Frits Bolkestein zei het al, precies 25 jaar geleden, alle culturen zijn helemaal niet gelijkwaardig. En ik zeg het hem na. De onze is een stuk beter dan alle anderen die ik ken. Ja, dit is een prikkelend fragment. Dat kwam, geloof ik, nadat u daarvoor het had over het handenschudden in ons land. Hè? En de gelijkwaardigheid die mensen hebben als ze elkaar een hand schudden. Ik wil eigenlijk, als je het goed vindt, meteen even, nu we toch in de familie zitten, naar uw dochter gaan, want die haalt u ook aan. De zorgen gaan over de vrijheden die mijn... U zegt zelfs dat u er wakker van ligt. Gaan over de vrijheden die mijn dochter zal hebben om haar eigen keuzes te maken. Over de vrijheid die mijn dochter zal hebben om zelf te kunnen beslissen hoe ze wil leven, wie ze lief heeft, om zelf te beslissen wat zij wil geloven. Nou, dat gaat nog een tijdje door. Waarom staat dat ter discussie eigenlijk? Nou, ik heb me... als je... Dat staat... Nou, laat ik niet een heel aanloop nemen. Dat staat ter discussie als je praat met groepen waar ik de laatste tijd heel veel mee gepraat heb. Van bijvoorbeeld moslimvrouwen. He, je kunt zeggen, nou, ja, je moet wat relatiever zijn over je cultuur. Want daar is recent zijn er ook weer stukken over geschreven. Want emancipatie is een proces. Mm-hmm. En je moet mensen dat proces gunnen. En dan zeg ik, ja, maar in wiens belang is dat om dat als een proces te zien? Want onze samenleving heeft dat proces al doorgemaakt. In de jaren 70 was homoseksualiteit werd gezien als een ziekte. Nou, dat proces zijn we toch hopelijk wel door. Moet ik dan zeggen, ja... We gaan weer terug, zegt een u jongen, eigenlijk. Moet ik dan zeggen tegen een jongen die in de Schilderswijk woont en die erachter komt dat hij homo is, moet ik dan zeggen, joh, in jouw omgeving zitten jullie nog halverwege dat proces, kom over 30 jaar maar terug. Datzelfde geldt natuurlijk voor vrouwen. Ik heb heel veel vrouwen waar ik mee spreek uit de allochtone gemeenschap. En die zeggen, ja, voor ons is het als je een sharia, als je een huwelijk hebt gesloten voor een imam, een moslimhuwelijk, dan kom je daar niet zomaar van af. Als je man daar niet van af wil, dan sta je ook in de samenleving als de onze, met lege handen. Ja. Ja, ik vind niet dat ik tegen zo'n vrouw moet zeggen, joh, emancipatie is een proces. Jouw groep is nog niet zo ver. Kom over 20 jaar maar terug. Onze wetten gelden voor iedereen. Die gelden voor een allochtone vrouw en voor een autochtone vrouw evenzeer. Ja, u zegt dan iets verderop, want daar kunnen we het misschien een klein beetje politiek maken. Dan heb je het over de gepolariseerde samenleving, dat die er altijd is geweest. Over de dolomina's van vroeger, om het maar zo te noemen. Maar dat die mensen, ook die protestanten en katholieke kindertjes, allemaal wel elkaar weer tegenkwamen op het sportveld of in de klas of waar dan ook. Polarisatie tussen groepen die dat niet delen, die elkaar niet of nauwelijks ontmoeten, geeft geen wrijving, maar een kloof. Dan zou je dus zeggen, het is misschien een stokpaardje van mij, dat ik er nu ook weer over begin. Waarom begin je dan niet om in ieder geval het artikel 23 eens aan te pakken? En te zorgen dat niet moslimkinderen naast moslimkinderen in de klas zitten, protestantse kindertjes naast protestantse kindertjes, katholieke kindertjes naast katholieke kindertjes. Zorg eens dat die lekker gemengd raken. Ik denk dat het goed is om te mengen. Maar ik ben daar niet over begonnen, omdat mijn verhaal een oproep was om een coalitie te sluiten, om die vrijheden ook daadwerkelijk te verdedigen. En als je daartoe op wil roepen en je wil daar eigenlijk iedereen die vrijheid omarmt bij hebben, dan moet je vooral niet beginnen om te zeggen, en jij kan niet meedoen, want jij denkt net over artikel 23 iets anders. En dus wat ik eigenlijk heb gewild is, laten we boven dit soort discussies die we zo lang voeren, de eerste keer dat ik in een fractie kwam als medewerker, ging het al over artikel 23. Ja. En bij de VVD is dat altijd een discussiepunt geweest waar fel over gediscussieerd is. Wij kunnen natuurlijk al die discussies weer over gaan doen, maar volgens mij moeten we gewoon een stap verder zetten. En moeten we eens kijken, wat verenigt ons nou eigenlijk in dit land? Wat ons toch eigenlijk zou moeten verenigen, is dat wij vinden dat als een vrouw wil scheiden, wat voor geloof ze ook heeft en hoe ze getrouwd is, dat ze dat moet kunnen. Dat een vrouw moet kunnen werken en moet kunnen leren als ze dat willen. Dat wij een land hebben waar homo's voor de klas kunnen staan en kunnen zeggen, ik ben homo en ik geef nu les over de Holocaust.
Dat ik heb willen verenigen in die speech. En niet alle oude discussies. Mm-hmm. Al die koeien uit de sloot willen halen. Maar juist willen zeggen, dit is zo belangrijk. Laten we over al die dingen heen stappen. En met elkaar dat verdedigen wat ons zo lief is. Oké, nog één vraag. De ambitie van de eerste vrouwelijke premier. Dat wordt het waarschijnlijk niet. Die het nooit is geworden. Die is het dus nooit geworden. De beste vrouwelijke premier die we nooit gehad hebben. Ja, dat wou ik niet zeggen. Komt er nog een ministerschap aan als het over ambitie gaat wat u betreft? Nou, daar ben ik niet uit. Ik heb me niet verkiesbaar gesteld. Ja. Dus ik sta niet op de VVD-lijst. Ja. En ik heb gezegd, voor dat besluit sta ik als ik ervoor sta. En dan ga ik niet een half jaar, drie kwart jaar van tevoren een besluit over hebben. Partijen gaan eerst naar de kiezer. Dat klinkt wel heel mooi, maar economische zaken loont toch wel op dit moment, hè? Ja? Nou. Ja, we worden wel eens wat. Ik hoor geen nee. Halbe Zijlstra wil er ook graag heen. Ja, die heeft zich daarover uitgesproken, maar ik spreek me daar pas over uit. Tegen de tijd dat ik daarover moet. Maar waarom is het zo moeilijk voor politici om te zeggen van, dat is mijn ambitie. Kamerlidmaatschap, dat doe ik nog een keertje. Zou ik graag willen. Zou ik ook wel willen. Kan iets anders zijn. Als ik dat nu had uitgemaakt, had ik dat ook gezegd. Maar het is oprecht dat ik denk, er zijn sommige momenten in je leven dat je ook een andere weg zou kunnen kiezen. En ik ben er niet uit of voor bij de volgende stap mochten wij als VVD daarvoor überhaupt voor in aanmerking komen. Mm-hmm. Hè? Want laten we eerst nog eens naar de kiezer gaan. Maar dan ben ik er daar gewoon nog niet uit. Ja. Maar ik hoor u niet zeggen, laat mij mijn karwei op zorg afmaken. Ik ben daar gewoon nog niet uit. Nee. We gaan door.